Ja. Hij heeft weer iets om te reporten. We kunnen ondergronds op Durrise Island. Oeh. Yo, Nintendo fans! Welkom bij alweer een gloednieuwe Snap-video. Het gaan we hard, jongens. Bijna 50.000 abonnees. Wil jij ook bij die eerste 50.000 abonnees op dit kanaal? Druk dan snel op het knopje en gooi dat duimpje omhoog. Dan ga ik snel beginnen. De professor zegt namelijk dat er nog iets nieuws gaat gebeuren op Durrise Island. En alhoewel we dit ijzige eilandje al hebben ontdekt, gaat er dus blijkbaar toch nog iets gebeuren. Ik weet niet wat. Laten we kijken wat er nieuw is. Ja, kijk. In ieder geval, die Beware, die liep eerst niet hier. This is just a hunch, but I have a feeling you find something new. Oké. We gaan iets nieuws vinden, blijkbaar. Hé, Beware? Wat gaan we dan vinden? Wat gaan we vinden, Mattie? Hey. Ah! Boze Beware. Oh, hier is een kristalbloempie. Daar kunnen we natuurlijk even een balletje op gooien, want die hebben we nu. Kijk, Furret. Inderdaad, die gaat even wat doen. Wat gaat hij doen? Hij gaat daar naartoe, naar dat holletje. En Cupchew is weer een snottebel Pokémon. Waar is inmiddels Furret naartoe? Die liep hier ergens naartoe. Oh, die laat die Swinup daar van... Oh, gaan we nu hier naartoe? Oh nee, we gingen altijd al hier naartoe. Hey, en iemand bestelt weer merch. Dankjewel voor het bestellen van de merch. Wil je ook merch? Check de link in de beschrijving. Kijk, Skarmory is weer daarboven. Oppie. Memo-zwijntjes staan weer hier zo. Hey, hebben we die Vervillion al eerder gezien? Hey, Weevil. Hadden we al een Weevil? Volgens mij hadden we Weevil nog niet, toch? Ik denk dat ik die nog niet op de foto had gezet. Hé, die Vervillion maakte een salto. Even een betere foto van Skarmory. Wow, kijk, jammer dat ik die net niet goed op de foto heb kunnen zetten. What up, Memo? Ja, er gebeuren nu toch wel hele andere dingen. Komt er nu wel iemand hier uit die grot? Hier, ik heb appels. Nee? Oké, dan gaan we nu hier naar beneden het grotje in. Dus even kijken of hier dan iets nieuws gebeurt in het grotje. Ik zie weer snorrentjes daar zo. Oh, en hierboven waren snompies toch? Ben ik weer die snompies vergeten, jongens? Oké, het is nu hier een snowrun feestje. En Skarmory komt er nu ook aan. Yeah, nice. Welkom, Skarmory. Hallo, snowrun. Wow, kijk hem staan. Magical Beast, jongen. Oh, hier is natuurlijk nu ook een dingetje. Ik gooi hem erop. Ja, kijk. Dan hebben we hier Froslass. Froslass, word eens wakker, jongen. Juist, hallo. Ik heb je toch gekristenbloemd. Wow, wacht even. Waar ga jij naartoe, Froslass? Ga jij gewoon weg? Is dit je afscheidstournee? Nou, oké, dan zijn we weer buiten. Kijk, en Vulpixie, die staat nu inderdaad op een ander plekje. Sviel is weer lekker. Ja, ik weet niet wat aan doen. Wat ben je eigenlijk aan het doen, Sviel? Ik ga wel stuk door die Svieltjes, hoor. Vulpixie! Vulpix, wil je een appel? Nee? Okay, wat kunnen we hiermee doen? Die kunnen we natuurlijk aanzetten. Er gebeurt niet echt iets. Wat hoor ik hier? Ik hoor hier weer de piplupjes. De piplupjes zijn weer aan het spelen met Beware. Hallo. Gaan jullie nu zwemmen of zo? Waar gaan jullie nu naartoe? Gaan jullie nou het water in daar? Oh, we zullen het nooit weten, want dit was alweer het einde. Dus er gebeuren inderdaad allemaal nieuwe dingen nu. En ik hoop dat we hiermee ook een nieuw gebiedje vrij spelen eigenlijk. Kijk, Weevil, die hadden we inderdaad nog niet. Had ik nog geen Beartic foto? Ik heb alleen een 3-sterren Beartic foto. Deze is wel mooi. Furret! Kapje! Oeh, dit zijn 3-sterren Skarmory foto's. Cool. Froslass, die hadden we helemaal nog niet. Kijk, Weevil in de fotodex. Helaas wel een brons fotootje. Beware! Kijk, die krijgt gelijk diamond. Deze Furret foto krijgt zilver. Oh, mijn batterij is bijna leeg. Nice. Nou, meestal houden ze het dan nog wel ruim een uur vol. Kijk, daar hebben we Froslass. Ik vind Froslass wel een vette Pokémon. Glalie trouwens ook. Die vind ik allebei cool. En dit is een, ja, diamond. Nice. En Sfeel is nu ook diamond. Heerlijk. Nou, professor. Mag ik nu misschien naar een nieuw gebiedje? Dat zou wel even leuk zijn. We hebben nog 22.000 punten nodig om naar level 3 te gaan. Maar... Ja. Hij heeft weer iets om te reporten. Rita is er ook weer bij. Die heeft inderdaad nieuws over een nieuw teleportatiepunt. We kunnen ondergronds op Durrise Island. Oeh. De grotten. De ijsgrotten. Oh, en we mogen nu ook 's nachts naar het strand opeens. Oké. Nou, top. Twee nieuwe plekken waar we naartoe kunnen. Maar hé, we zijn nu in IJsland. Dus ik ben heel benieuwd wat we hier in de grot gaan ontdekken. Hier komen natuurlijk weer allemaal nieuwe Pokémon. En ik ben hyped, jongens. Ik voel de hype weer keihard. Voel jij ook de hype? Laat het weten in de comments. Want we zijn bijna bij het einde van deze game, denk ik. Dan gaan we weer fotootjes maken hier in de grotten. En we zien daar een Crobat. Daar beginnen we mee. Wat zit er nog meer? Zijn dat allemaal Joltikjes? Ja, joh. Wow, oké, deze Crobat. Moet ik ze scannen? Want dit zijn vleermuizen, hè? Ik weet niet of die zeg maar van die signalen houden.
Je zou ze... Oh, ik hoor wel iemand echt heel hard gillen nu. Oh, kijk, hier komen we dichtbij Joltix. Maar we hebben alleen nog maar foto vanaf de achterkant kunnen fotograferen. Het is hier ook knijtendonker. Kijk, deze Joltik dan. Joltik is trouwens de kleinste Pokémon. Tenminste, als dat nog steeds zo is. Joltik was altijd de kleinste. Oké, Crobats, Joltiks. Voor de rest heb ik nog niks gezien. Wat hoor ik hier rechts? Ik denk weer een Joltikje. Ja. Oké, waar gaan we nu naartoe? Dikke vleermuizengrot, jongen. Wow, wat is dat? Wat is dat? Moet ik daar een appel of zo in gooien? Of iets? Ik wil er iets in gooien. Lukt niet. Oh, daar zit nog een Pokémon. Dat is denk ik een Carbink. Ja, een Carbinkie hadden we nog net. En wat hebben we dan hier allemaal? Ja, Crobats. Daar zijn Christenbloempies. Oh, Braviary is daar aan het slapen. Die hadden we ook al in een ander gebied kunnen zien. Maar ik weet niet of ik toen een foto van hem had gehad. Volgens mij niet. Wow. Magikarp. Magikarp. Glalie. En Carbink. En heel veel Crobats. Oké, nu wordt het echt vet. Nu wordt het vet, dit gebied. Maar kijk die Magikarps daar. Ik wil nog steeds dat er een keer een Magikarp gaat evolueren, jongens. Ik wil nog steeds een keer een Gyarados. Oké, wat hoor ik voor geluiden? Lijken wel kikkers of zo, joh. Het is hier links en daar zit een Sableye. Die gaan we alvast op de foto vastleggen. Oh, kijk hier. Croagunks. Haha, die hoorde ik dus. Oké, ik hoor hier weer wat lopen. Het zijn waarschijnlijk inderdaad die Sableye'tjes. Ja, die lopen daar. Loopt daar Gengar? Zag ik daar Gengar, jongens? Gengar is mijn tweede favoriete Pokémon. Ik wil sowieso die Gengar op de foto. Ja! Kijk hem! Wow. Oh, wow. Dat doet hij dus. Sorry, ik moet pauze. Iemand koopt weer merch. Dankjewel. En dan gaan we snel verder. Hij is weg. Hij is gewoon verdwenen. Ik moet even iets scannen. We moeten dit scannen. Rare gemstones are embedded in the walls and ceiling. Ja, helemaal mooi. Interesseert mij dan nou. Ik wil gewoon foto's maken van Pokémon, jongens. Oh, daarom is natuurlijk Sableye hier. Wow, Rampardus. Maar die Sableye's, die houden natuurlijk van die gemstones, hè? Daarom zijn zij daar. Wow. Willen jullie misschien een appel? Ik heb echt het gevoel dat niemand meer appels wil tegenwoordig. Oh, wel. Kijk, hij wil wel een appel. Eet smakelijk. Geniet ervan. Oh. Jeetje, overal vliegen hier Crobats, jongen. Oh, daar is weer zo'n Gengar-gat. Oh nee, hij is weg. Gengar is ons aan het trollen, jongen. Hou eens op, jongen. Wat zit je daar nou bij het einde te kijken? Wat ben je daar nou aan het doen, vriendje? Is je een beetje mijn teleportatiepunten nakken daar? Oké, doei. Hey, is dat Geodude? Ja, man. Kijk, Geodude daar op de muur. Geodude, ik ga je proberen van de muur af te gooien. Ah, ik ben net te laat. Ja. Vet. Ook weer toffe Pokémon hier, jongen. Mijn tweede favoriete Pokémon is hier gewoon. Ik heb Scyther nergens gezien in de game. Maar Gengar in ieder geval wel. We beginnen met een foto van Crobat. Dan hebben we hier Joltix. En Geodude. Carbink, hele slechte foto. Braviary ook geen beste foto. Magikarp ook niet. Ja, van Rampardos heb ik misschien wel een leuke foto. Ik pak deze wel. Gengar hebben we een 3-sterren foto. Terwijl die daar bij ons eindpunt staat. Die gaan we gelijk meepakken. Crobat. Gunky, Sableye, heel vet. Kijk hem hier, zoekend naar gemstones. Die pakken we. En Glalie. Dus even kijken of we wat diamondjes kunnen scoren, jongens. Ik denk lang niet dat alles diamond is. Ik denk het meeste zelfs niet. Deze twijfel ik over. Oh, ik had nog 68 punten nodig. Dan, Joltik is sowieso niet diamond. Ik zag geen één Joltik naar mij kijken. Ze keken allemaal weg. Geodude hadden we even van de muur af moeten gooien. Carbink was echt heel ver weg. Braviary was ook best ver weg. Die hadden we blijkbaar nog niet op de foto gezet. Dan, Sableye. Kijk hem zoeken, jongen. Zilver? Zo slecht. Dan een fotootje van Croagunk. En Gengar, ja. Ik heb echt een zoomlens nodig, jongens. Ik wilde hem veel dichter bij mijn lens halen. Oh, en Rampardos, die hadden we ook nog. En die is wel diamond, oké. Nou, professor, gaan we nu naar level 2. 35.000 punten nodig. Oh, net niet. Ik doe de baan nog een keer om even die 2000 punten bij te verdienen, hoor. Dan kom ik zo bij jullie terug. En daar gaan we. Hoppakee. Level 2. Onder andere door deze basisfoto van Gengar. Dus het is tijd om te kijken wat deze donkere grot op niveau 2 voor ons in petto heeft. Goeie grap in petto. Ha. Was geen eens een grap, Piet. Ik draag gewoon altijd de pet. Weet ik dat jij er nou weer een grapje in ziet? Anyway, wow. We hebben hier Noibetjes gelijk. Die zit even gelijk te shinen voor de camera, jongen. Jemig. Ik hoor hier... Oh, Gengar is nu daar, joh.
Wat is... Kijk hem nou opeens daar. Gekke Gengar, jongen. Hij is echt overal. Oké, ik denk dat hij nu daar tevoorschijn komt, die Gengar. Moeten we dat in de gaten houden? Ja of nee? Ja of nee? Kom je daaruit? Ja hoor. Zag, kijk hem dan. Hij laat die Carving schrikken. Gengar is echt een grote troll. Hij wil hier gewoon iedereen laten schrikken, volgens mij. Dus even kijken of hier wat veranderd is. Ja, sowieso dat die Noibets nu ook hier zijn. Kijk ze nou leuk doen voor de camera samen, joh. Oké, de Crystal Bloompie triggert Magikarps. Zo, dat was wel echt trouwens heel lekker gegooid, zeg. Hey, Drifloons. Yo, 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 yo. Ik hoor trouwens echt nu heel veel geluiden hier beneden. Oh, kijk, Rampardos is even hier aan het terroriseren, joh. Hier is nog een Crystal Bloompie. Oh, en een Clefairy. Clefairy, ik ben hier. Draai je om. Hoi. Yo, Croagunk. What up, Basie? Ik zie ook echt een Braviary schaduw, jongen. Hierboven is een Braviary aan het vliegen, maar die kan ik niet meer vinden. Oké, wat kan ik scannen? Ik kan hier iets scannen. Wat is dit? Die stel ik this look ready to fall any moment. Kan ik die kapot maken dan? Ik wil die kapot maken. Oh, kijk. Er zitten Crobats aan, joh. Oh, jongens, pas op. Niet een stalig nietje op mijn hoofd laten vallen, alstubliefje. Dat wil ik nietje. Wow, wat gebeurt hier allemaal? Oh, check deze kristallen. Ja, dat vinden die Sableye's wel leuk, hè. Ondertussen zijn ze lekker aan een carbinkje aan het achtervolgen. Er valt hier nog meer te scannen. We moeten namelijk dit scannen. These huge crystals were probably formed by the heat of magma. Oh, oké, komt dat door vuur, joh. Hier, Sableye, wil je ook eten? Oké, Sableye wil alles. Sableye wil niet alleen gemstones, Sableye wil ook eten. Oké, wat hebben we nog meer? Hey, Mawile! Yo! Volgens mij mis ik nog een heleboel hier gewoon nu. Maar oké, maakt niet uit. What up, Mawile? Ja! Oh, daarboven stond nog een Sableye te chillen. Dan gaan we nu weer, denk ik, naar beneden richting ons eindpunt. Dit was super vet! Echt, het is elke keer zo leuk om gewoon een nieuw gebied te ontdekken. Hier zijn wat plantjes. Noibetjes zijn daar aan het chillen. Ik zag daar volgens mij nog een kristalbloempje of zo. Ah, oh, of zijn dat Carbinks? Carbinks. En hier hebben we de Ancient Ruins. Oké, heel cool. Hallo, Noibet. Kijk, als ik ze scan, dan gaan ze vliegen. Aha. Aha. Daarachter dus wat Carbinks. Oké, helemaal top. Hier nog een Noibet. Oh, een slapende Rampardos. Kunnen nog wat scannen. Deze gigantische kristal. Wat is dit? A stone given of a warm glow. Maybe this is why plants can grow here. Oh, door die steen kunnen hier planten groeien. Oké. Jeetje, wat cool. Die Sableye die hebben echt flink hun best gedaan met graven hier. Valt me trouwens mee dat ik geen Diglett of een Dugtrio gezien heb. Oké, welcome backie. Ik heb best wel veel Pokémon gefotografeerd. Ik ga voor deze Noibet foto. Dan hebben we hier 3 sterren Crobat. Oeh, 4 sterren Vervillion? Waarom? Die waren toch niet zo bijzonder? Clefairy! Oké, daar gaan we weer, jongens. Noibet. Sowieso Diamond, toch? Ja, lekker. Ja, hoe groter de Pokémon in beeld en hoe meer in het midden, hoe groter echt de kans dat je een Diamond foto te pakken heb. Oh, deze Gengar foto is wel sick, man. Die is heel cool. Hey, Drifloon, nieuw Pokémon. En Clefairy, ook een nieuwe. Toch leuk om Clefairy ook nog wel even terug te zien in deze game, hoor. En dan natuurlijk ook nog Mawile. Hoeveel punten hebben we nodig? 36.000. Net niet weer. Maar... Ja, hij heeft toch weer wat nieuws te rapporteren. Dus we gaan maar even terug naar het kampie. En de professor heeft het over de planten daar ondergronds. En wat daarvoor schatten en zouden liggen en dat soort dingen. En hij heeft goed nieuws, want er is een Illumina Pokémon op Durice Island. Oké. En dit zou wel eens onze laatste Illumina Pokémon kunnen zijn, zegt Rita. Nou, dan gaan we daar even kijken in de volgende aflevering. Als je dit weer vet vond, dan weet je wat je moet doen. Een duimpje omhoog, niet vergeten te abonneren, zodat we heel snel bij die 50.000 abonnees zijn. Wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/RickyTune. Dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!